dit is Beatrix 168. Dit is onze eerste 3-sterrenkoe van ons bedrijf. Het is een 50% Montbéliarde. Deze hebben we ooit gekocht samen met drie anderen bij onze buurman. Die ging toen van Holsteins inkruisen naar Montbéliardes. Het is een hele bijzondere koe. Ze is heel sterk. Ze heeft echt een eigen wil. Ze heeft alleen maar vooruit. Achteruit, dat kent ze niet. Ze is ook zeer vruchtbaar. Ze heeft weinig inseminaties nodig per dracht. De eerste 6 jaar is ze volgens mij in 1 keer drachtig geworden na 1 inseminatie. Ze geeft ook veel vaaskalven. We hebben zeker 7 vaaskalvers van haar gehad, waarvan er nog 4 lopen. De kenmerk van deze dochters is dat ze op deze koe lijken. Ze zijn heel sterk in de benen. In de rug laten ze het allemaal iets zitten, maar de productie en de gehalte zijn net als deze koe bijzonder goed en hoog. Dit is een voorbeeldkoe voor ons bedrijf. Want wij hebben als doel zoveel mogelijk, zo hoog mogelijke levensproductie te behalen. Nou, zij laat blijken wat ons doel dan is. Dit is wel een beetje onze voorbeeldkoe. Het is een sterke koe. Het is allemaal niet over de top, maar dit is een super sterke koe. En kan goed meekomen. En ze denkt ook een beetje aan haarzelf. Dat vinden wij wel belangrijk.